100 meter. Vijftig meter. 30 meter. Start gevallen. Paarden zijn gestart voor het derde programmanummer. De auto klapt de vleugels dicht. En La Romanée die bezondigt zich aan een galoppade in de openingsfase. En het is na de start aan Rosa Hazelaar die de leiding heeft genomen. Aan Rosa Hazelaar neemt 3 lengte voorsprong op Kania. En dit alles terwijl La Romanée is uitgeschakeld. Gaan de paarden op dit ogenblik de bocht in. En bij het indraaien van de bocht is aan Rosa Hazelaar de leider. Kania op de tweede plaats. Daarachter volgt dan Lisa Charisma als derde. En zo komen de paarden dan de bocht door. Uitgeschakeld nummer 6. Louis Di Petnik is intussen uitgeschakeld. De paarden zijn aan de overzijde van de baan. En het is nog altijd aan de kop aan Rosa Hazelaar. Kania op de tweede plaats. In derde positie volgt Lisa Charisma. Dat zijn de best geplaatste paarden. Daarachter is het dan Lars Charisma. En deze paarden worden gevolgd door Love Over Gold. En achter Love Over Gold hebben we dan het nummer 1 van Let's Go Crazy. Dat zijn op dit ogenblik de frontrankers als de paarden thans de bocht ingaan. Met nog altijd Arosa Hazelaar die het commando heeft. Arosa Hazelaar is de leider met 1,5 lengte voorsprong. Kania op de tweede plaats. Daarachter volgt aan de buitenzijde dan Lisa Charisma. Daarachter volgt dan Lars Charisma. Dat is de situatie op het front op dit ogenblik. Achter de leiders is het dan Let's Go Crazy. Als de paarden de rechte lijn voor de tribune weer inkomen. En zo dadelijk bij het passeren van de finish nog 1 volledige ronde af te leggen. Dan is Kingsley Star op dit ogenblik de hekkensluiter. En dan maakt de galoppade Lisa Charisma. Lisa Charisma die springt uit het veld. En het is aan de leiding als we de laatste ronde ingaan. Arosa Hazelaar. Arosa Hazelaar is de leider terwijl de 10 is uitgeschakeld als we dan de laatste ronde zijn ingegaan. Arosa Hazelaar een lengtevoorsprong op Kania op 3 lengte erachter. Love Over Gold op de derde plaats. 4 aan de buitenzijde, Let's Go Crazy. 5 aan de binnenzijde is dan Lars Charisma. Een enkele lengte daarachter volgt dan nog Kingsley Star. En de rest kunnen we gevoeglijk vergeten als we voor de laatste maal de overzijde van de baan opdraaien. Met nog altijd Arosa Hazelaar die het tempo bepaalt met Dion Tesselaar. Een lengtevoorsprong op het thans opkomende Love Over Gold. Die schaduwt op dit moment Kania. Neemt zelfs de tweede plaats over. In vierde stelling volgt Let's Go Crazy. Met op de vijfde plaats Lars Charisma. En dat zijn de 5 best geplaatste paarden op dit ogenblik als we afkoersen op de laatste bocht. En bij het indraaien van de laatste bocht is Arosa Hazelaar nog altijd de leider. Maar Love Over Gold die ademt hem in de nek. Als de deelnemers de laatste bocht uitkomen richting laatste rechte lijn. Let's Go Crazy volgt ook attente galoppade. Zien we voor Kania als de deelnemers de laatste bocht uitkomen. 3 paarden gaat het nog om. Terwijl Kania wordt uitgeschakeld, zijn we in de laatste rechte lijn. Is het aan de binnenkant Arosa Hazelaar die zich moet verdedigen tegen Love Over Gold. Love Over Gold die gaat de kop overpakken voor Arosa Hazelaar naar de buitenzijde. Let's Go Crazy. En zo zijn we dan in de laatste meters. En is het Love Over Gold. Love Over Gold wint het hier met Rick Ebbingen. Love Over Gold de winnaar. Op de tweede plaats Let's Go Crazy. En erachter volgt Arosa Hazelaar voor Lars Charisma. Nee.